Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een super leuke video. Want ik ga weer allemaal nieuwe make-up testen. Ik heb hier een bakje vol met allemaal make-up. Ik heb ook echt de leukste make-up brands ever. Ik heb goedkoop, ik heb duur. Ik heb Jeffree Star Cosmetics, Colourpop, Revolution, Pixie, Becca. Ik heb echt super veel verschillende brands die ik vandaag ga gebruiken. Ook een aantal brands die ik niet echt heel vaak in mijn, op mijn kanaal gebruik. Dus ik ben echt zo erg benieuwd. En I cannot wait. Ik ben vandaag gegaan voor een paarse glitter achtergrond met een fel groene trui. Want ik heb hier een heel leuk paletje die ik ga gebruiken. En ik ben echt super benieuwd weer naar alle make-up. Want ik heb nou al wel een tijdje niet echt veel nieuwe make-up getest in een video. Dus ik ben er echt weer aan toe. Ik heb hier gewoon ontwenningsverschijnselen. Dus ja, ik ga de intro niet te lang maken. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet ook niet op het belletje te klikken naast abonneren. Want ondanks dat je bent geabonneerd, als je je notificaties niet aan hebt staan, dan zie je mijn video's gewoon vaak niet verschijnen. En met het belletje, als het goed is, wel. Dus don't forget that. En dan gaan we snel beginnen met alle make-up. Nou, ik heb het al net laten zien. Als oogschaduwpaletje heb ik hier de Jeffree Star Mini Breaker paletje. Er is ook een grote breaker paletje, maar ik heb hier de kleine versie. Dit is de verpakking. Super leuk. Ik heb die gehad in een mystery box van themakeupspot.com. Dat is een Nederlandse webshop. Dus mocht je dit paletje willen, je kunt het gewoon daar bestellen. De verpakking is super cute. Het lijkt op die ene snoepballen. Daar is het ook op geïnspireerd. Wow, waar kwam dat Engelse accent vandaan? Het is ook geïnspireerd op een jawbreaker. Zo heet die snoep ook. Zo'n ronde bal die zo hierop lijkt. En dan is dit het paletje. Hij lijkt een beetje op de verpakking. Alleen is hij helemaal wit met verschillende kleurtjes erop. Ik vind de verpakking echt geweldig. Het is gewoon een karton verpakking. En als je hem openmaakt, heb je een grote spiegel erin. En deze prachtige kleuren. Het zijn vooral een beetje paarse kleuren. Maar ik vind ze echt prachtig. En het is een mix van matte en glanzende kleuren. De drie glanzende kleuren zijn deze, deze en deze. En deze oranje kleur is wel glanzend. Alleen die glanst iets minder dan de rest. Dat is een beetje een matte kleur met lichte glitter erdoorheen. En de rest is gewoon allemaal mat. Dus het is een perfect paletje om echt volledige looks te kunnen maken. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk. Want ik wil altijd maar één paletje kunnen gebruiken voor een hele look. En als dat niet kan, dan haak ik vaak al af. Want ik vind het ook belangrijk dat je mijn looks kunt namaken. En je niet 350 paletjes en producten moet hebben om een look na te maken. Dus ik wil altijd maar één paletje gebruiken. Dus ja, ik ga hiermee een heel leuk lookje maken. Ik heb nog helemaal niet bedacht wat ik hiermee ga doen. Maar het wordt waarschijnlijk een beetje paars. Laten we gewoon snel gaan inzoomen op de ogen en beginnen. Oké, de ooglook wordt vooral paars. Dus ik ga mijn ogen primen met een paarse base. Dit is de P. Louise base in een licht paarse kleur. En dit is de kleur Vivid Violet. En hierdoor worden de paarse kleuren nog paarser. En ik ga hem aanbrengen als een soort van oogschaduw. Dan een beetje blenden met deze fluffy kwast. Dan ga ik beginnen met een beetje licht paarse matte kleur. Die heet Foreplay. Deze breng ik dan een beetje zo aan in de arcadeboog. Dan ga ik in met de echte matte paarse kleur. Die heet Purple Punch. En die kleur breng ik aan met een platte fluffy kwast. Nou, dat ging echt prima. De kleuren zijn echt gepigmenteerd. Ook mooi. Ze blenden mooi. Ze blenden ook snel. Dus ik was echt snel klaar. Paarse kleuren zijn een van de moeilijkste kleuren om te maken en om te gebruiken. En dat ze zo goed samenblenden vind ik echt toppie. Echt een dikke duim omhoog. Dan ga ik even met mijn e.l.f. concealer een halve cut crease maken. Zo, nou ga ik beginnen met de glanzende kleurtjes. Ik ben aan het twijfelen of ik er een beetje goud in ga gooien. Of dat ik het gewoon echt paars laat. Ik denk dat ik het gewoon echt paars laat. Ik ga denk ik beginnen met de licht paarse glanzende kleur. Die heet Oral. Dit is echt een prachtige kleur, mensen. Kijk hoe mooi dit is. Love it. Kijk die swatch hoe mooi. Ik maak mijn kwast ook weer nat met MAC Fix Plus. En die kleur ga ik dan vanaf het begin aanbrengen op de cut crease. Wauw mensen, kijk hoe mooi deze kleur is. Het is echt een beetje holographic. Het is een beetje blauw-paarsachtig. Love it! Dan pak ik de donkerpaarse glanzende kleur ernaast. Die heet Bite Me. En die kleur ga ik naast die andere kleur doen. Hier een beetje tegen het einde van de cut crease aan. Oh wauw mensen, kijk deze kleur.
Ook echt prachtig. Echt een hele mooie glanzende kleur. Super goed gepigmenteerd. Ik vind het ook echt extreem fijn dat de glanzende kleuren gewoon aan te brengen zijn met een kwast. Want ik heb echt een hekel aan al die glanzende kleuren die je per se met je vinger moet aanbrengen. Want dan kan het nooit heel secuur werken. Plus ik heb lange acryl. En dan is het altijd een gedoe voor mij om het aan te brengen. Dus ik ben altijd extreem blij als ik het gewoon met een kwast kan aanbrengen. Kijk hoe mooi dit is. Hallo, scherp stellen. Ja, we zijn er weer. Kijk hoe mooi die overgang gaat. I love it. Dan blend ik het gewoon zo een beetje in die andere kleur. Dan pak ik weer de donkerpaarse matte kleur met een hele kleine mini fluffy kwast. Dan ga ik die kleur weer een beetje hier in de hoeken aanbrengen en een beetje inblenden met die donkere glanzende kleur. Want ik wil echt zo'n ombre effect van die kleur naar die kleur naar die kleur. En dan ga ik ook zo langs de cut crease. Oké, dan ga ik heel even stoppen met het paletje. En dan is het tijd voor een hele mooie winged eyeliner. En ik heb nieuw hier de Anastasia Liquid Eyeliner. Kijk, de verpakking ook zo mooi paars. Echt een prachtige luxe verpakking. Maar ja, het is ook een luxe merk dus hè. Er staat hier op black. Hij is gewoon black. Het voelt een beetje mat aan of zo. De verpakking is zo mat en de tekst is zo glanzend. I love it. Mensen, dit is hem dan. De verpakking is echt prachtig. Wacht, hij is omgekeerd. Ja, zo. Hier staat dan zo de naam. En dan is dit de applicator. Heel smal, heel dun. Kijk. I love it. Wat ik altijd belangrijk vind is dat hij goed zwart is en mat opdroogt en fijn aanbrengt. Dus ja, ik hoop dat hij fijn aanbrengt. De applicator ziet er heel puntig uit. Heel erg spits. Dus het belooft veel goeds. Dus ik ga even hiermee een wing maken. Geweldig. Wauw. Hij brengt super fijn aan. Hij is heel zwart en mat. Hij droogt ook super snel mat op. Terwijl ik het aanbracht, zag ik al dat hij gelijk mat opdroogde. En dat vind ik super fijn, want hoe langer die nat blijft, hoe meer kans er is op een puinhoopje. Dus ik vind het fijn dat hij snel opdroogt. De punt is ook, zoals ik al zei, heel erg spits. Dus je kunt zo een hele dunne lijn maken, zoals ik heb gedaan. Zonder enige moeite. Ik vind hem echt top. De applicator beweegt goed mee. Ik vind hem zeker de prijs waard. Ik vind hem echt heel erg fijn. I love it. Ik ben echt een beetje impressed. Ik vind hem echt super. Ik heb hier ook een nieuwe mascara van Catrice. Een betaalbare mascara. Dit is de Lashes to Kill mascara in een hele mooie blauwe chrome verpakking. En er staat op 24 uur, dus dat hij 24 uur goed moet blijven zitten. Oh, de applicator is wel mooi. Kijk. Dus deze ga ik even aanbrengen op mijn mini wimpers. Ja, ik vind hem prima. Het is een beetje een plakkerige mascara. Dus je moet niet te veel aanbrengen. Als je te veel aanbrengt, dan wordt het iets te veel een mes. Maar ik vind het vooral voor de prijs. Ik vind het echt een prima mascara. Dan ga ik even nep wimpers opdoen. Voor dat heb ik niks nieuws. Ik ga hele heftige wimpers opdoen van de AliExpress. Ik weet niet meer welke dit zijn. Want ik bestel altijd superveel. Dus ik heb geen idee. Als je dit soort wimpers wilt, dan moet je gewoon zoeken op 3D Mink wimpers. Die ga ik even opdoen. Ik ga het hier even een beetje schoonmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Zo, wimpers zitten erop. Super heftig weer. I love it. Oké, dan het gezicht. Ik heb een nieuwe foundation, dus ik ga geen nieuwe primer gebruiken. Dus ik ga een primer gebruiken waarvan ik weet dat die echt geweldig is. En dat is de Hydra Matte Primer van Hugs and Rouge of zoiets. Ik zet de naam in de beschrijving. Die breng ik dan een beetje aan over mijn hele gezicht. Of ja, een beetje. Een beetje veel. Ik ben ook nou een beetje aan het proberen om make-up echt op te maken. Want ik heb zoveel make-up dat het gaat gewoon niet op. Ik wil wel gewoon dat ik alles opmaak, want af en toe vind ik het echt een beetje zonde. Dus wanneer iets bijna op is, dan ga ik het even vaak gebruiken. Want dan gaat het op en ik vind het ook echt super satisfying wanneer iets op is en ik het zo lekker kan weggooien. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat echt een fijn gevoel of zo. Oké, dan heb ik hier van Colourpop een fondue teint en een concealer. Allebei van de Pretty Fresh collectie. Ik heb hier dus de foundation. Ik heb de kleuren zwaar gewoon online gegokt. Als je je nou afvraagt, Sarah, hoe heb jij de Colourpop gekocht in ons land? Niet. Ik heb ze echt gewoon van hun site besteld. Ik heb bij hun een bestelling geplaatst. Echt gewoon vanuit Amerika. En ik heb €20 aan douane moeten betalen. Dus ja. Maar ik heb ze nou. Oké, ik ga beginnen met de fondue teint. Ik heb hem in de kleur Light 7W. En ik hoop dat hij een beetje goed gaat zijn.
Dit is dan de verpakking. Hij ziet er in principe goed uit. De kleur lijkt te matchen. De verpakking is ook echt super groot. Ik weet niet hoeveel erin zit. 43 milliliter. Nou, dat is op zich normaal. Deze heeft wel een lichte dekking. De Pretty Fresh collectie is niet voor het geplamuur en de veel dekking. Het is gewoon een beetje een getinte dagcreme. En hij hydrateert. En hij is lichtgewicht voor healthy looking skin. Dus voor een huid die er gewoon mooi en gezond uitziet. Oké, top. Dus mensen die houden gewoon van een beetje make-up. Niet too much. Voor jullie is het misschien iets. Nou, ik hoop dat de kleur goed gaat zijn. Ik heb mijn beauty blender al nat gemaakt. En ik vind dit ook echt heel handig. Nou, ik denk dat ik de kleur echt super goed heb gegokt. Ja, het is inderdaad echt een lichte dekking. Het is echt gewoon een klein beetje. Het is echt gewoon voor de mensen die gewoon nog wel gewoon hun huid willen laten zien. Maar gewoon ietsje meer dekking willen. Gewoon een lichte waas over de huid. Misschien is het ook handiger om me aan te brengen met mijn kabuki kwast. Ik heb het nou hier gedaan met de kwast en hier met de sponge. De sponge geeft meer dekking. De kwast minder. Dus ik ga toch gewoon weer voor de sponge. Ik heb by the way ook ooit hun normale gebruikt, hun normale foundation. Maar die vond ik iets te droog op mijn huid. Ik vond hem niet echt heel erg fijn. Ik vond hem echt te droog op mijn huid. Dus mocht je willen weten wat ik van die vind, dat is dus mijn mening. Wauw, ik vind hem echt heel mooi op de huid. Het is echt, mensen, ik ga hem gewoon weer herhalen. De dekking is licht en dat is ook de bedoeling. Dus niet dat je hem haalt en dan denkt, oh mijn god, hij dekt helemaal niks. Hij is super slecht. Hij is absoluut niet slecht. Het is letterlijk de bedoeling. En er staat ook op dat hij echt je huid hydrateert. En hij echt gaat voor een mooie, gezonde, achtige huid. Dus ja. En dan heb ik ook de Pretty Fresh Concealer. Die heb ik in de kleur Light 45W. En ook die heb ik gewoon echt online gegokt weer. Kijk hoe cute die verpakking is, jongens. Ik denk dat de kleur ook wel goed gaat matchen met mij. Ik ben altijd best wel goed in kleuren matchen online. Ik denk ook dat die dan ook een lichte finish heeft. Dit is de applicator, gewoon een vrij normale applicator. Oh, ik vind die al gelijk wel iets meer, iets dikker. Dus ik denk dat die wel iets meer concealed. Maar ja, het is ook een concealer. Die hebben meestal wel iets meer dekking. De kleur is echt perfect. Ik ben zo blij. Oh, vandaar dat ik al gelijk voel dat hij meer dekt. Er staat ook op dat het een volledige dekking heeft. Top. Nou, dat was al wat ik echt gelijk voelde. Hij is echt een stuk dikker. Even kijken. En hij blijft lang goed. En hij is ook weer hydraterend. Net als de foundation. Nou, dan ga ik die ook zo inblenden hier onder mijn ogen. Ik ben wel blij dat die meer dekt. Want ik wil toch altijd wel hieronder een beetje veel dekking. Ja, echt helemaal top. Ik zie er nou op beeld een beetje wittig uit. Maar dat komt helemaal goed. We gaan straks bronzen en zo. Dus. Maar ja, deze dekt echt een stuk beter. Kijk mensen. Ik vind het wel apart dat in dezelfde collectie twee producten zijn. Waarvan eentje super licht dekt en de andere super veel dekt. Zoals je kunt zien is er ook een lichte glans. Oké, ik heb niks nieuws qua losse poeder en contour. Dus ik ga even snel wat poeder aanbrengen en mijn neus contouren. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, poeder is erop. Ik heb ook een beetje gecontourd. Ik ga nou even verder met het gezicht. Ik ga even snel een zwart oogpotloodje aanbrengen in mijn waterlijn. Ik gebruik die van Huda Beauty. Zo, dan ga ik weer in mijn paletje. En dan pak ik een beetje de bruinige grijsachtige kleur. Die heet Hot Fudge. En die is gewoon helemaal mat. En die ga ik dan zo rustig indrukken tegen mijn wimperrand aan. Zo, en dan ga ik daaronder ook blenden met de donkere paarse matte kleur. Zo, echt mensen, prachtig dit paletje. Echt insane. Dan pak ik weer die mascara voor onderste wimpers. Zo, ik ga ook nog straks een glow aanbrengen. Maar voor nu is het klaar met de ogen. Top paletje. Dan ga ik mijn gezicht bronzen. Ik heb hier van Revolution in samenwerking met Patricia Bright. Zij is een beauty influencer. En hun hebben met haar een hele collectie uitgebracht en ik heb hier een van de gezichtspaletjes. Dit zijn de drie kleuren hier. Je hebt dus een blush, een bronzer en een highlighter in één paletje. Je had hem dus in verschillende kleuren, iets van vier kleuren of zo. Ik weet alleen niet welke kleur ik heb gepakt. Ik had niet de lichtste kleur gepakt. Ik heb denk ik de op één na lichtste kleur gepakt. Dit is dan de verpakking. Het is een beetje zo'n blikje.
En hierachter is het goud. Heel mooi goud. Ik heb dus de kleur Summer Sunrise. Dat staat hier achterop. Dan als je hem openmaakt. Het is wel echt een cheap ass verpakking. Echt zo'n blikje. Maar ja, het is ook niet een heel duur paletje. Het is maar 10 euro. En je hebt dan hier dus de blush, bronzer en een glow. Heel erg mooi. Vooral de blushkleur vind ik heel mooi. Ik denk alleen dat ik misschien voor een iets lichtere kleur had moeten gaan. Want die bronzer lijkt een beetje donker voor mij. Maar goed, ik ga hem gewoon gebruiken. Hij is gewoon mat. Nou, op zich misschien kan ik er wel mee werken. Op mijn hand is hij iets minder donker. Hij oogt hierin echt super donker. Ik ga hem gebruiken, jongens. Ik heb hier een beetje mascara. Die ga ik er zo meteen afhalen. Ik begin echt met een heel klein beetje. De kleur lijkt wel oké, jongens. Oh, ik vind de kleur oprecht mooi. Hij oogt echt donker, maar het valt echt mee. Het is een hele mooie, warme bronzer. I like it. Ik vind hem echt heel mooi. Ik had het niet echt verwacht, eerlijk gezegd. Het enige wat ik dan toch misschien iets minder vind, als ik toch zou moeten klagen, is de pans zijn best wel klein. Kijk, mijn kwast is echt huge. En dit hier is echt zo klein. Maar goed, maakt niet uit. Ik vind de bronzer echt heel mooi. I like it. Mooi mat ook. Dan ga ik ook de blush gebruiken daarnaast. Ik vind die kleur echt prachtig. Is ook gewoon een matte blush. Mensen, niet te veel aanbrengen. Oh mijn god, ik heb echt veel te veel aangebracht. En ik ben er helemaal niet veel in gegaan of zo. Oh my god. De kleur is echt heel mooi. Zo'n mooie peachy pink. Maar ik heb echt te veel aangebracht. Ik heb echt maar een heel klein beetje gepakt. Ja, de blush is echt iets te gepigmenteerd. Kijk, ik heb hier nou iets minder gedaan. Dit ziet er een stuk beter uit dan deze clown effect hier. Ik ga even een beetje losse poeder aanbrengen. Op de blush hier om hem iets minder te maken. Iets minder heftig te maken. Nou, ik vind het op zich een best mooi paletje. De bronzer is super mooi, super mat. Zo mooi bruin. Matcht perfect met mijn huidskleur. De blush vind ik ook heel mooi. Hij is wel iets te gepigmenteerd. Dus let daar wel mee op. Breng echt maar een heel klein beetje aan. Dan heb ik hier ook nog de glow. Het is een beetje een licht roze glow. Dit is de glow. Ik heb een andere die ik ga aanbrengen op mijn wangen. Dus ik ga denk ik deze aanbrengen in mijn binnenste ooghoeken en onder mijn wenkbrauwen om hem toch te kunnen gebruiken. Ja, het is echt een hele subtiele glow. Het is niet zo bam in your face, waar ik van hou normaal. Maar het is gewoon een mooie subtiele glow. Ik vind het wel mooi. Dan heb ik hier een hele kleine versie van een Becca highlighter. En dit is in de kleur Moonstone. Ik ga hem eventjes openmaken. Kijk hoe mooi die kleur is. Zo'n hele mooie vanille lichte champagne kleur. Ik heb hem gepakt in het klein. Want als er iets niet opgaat, is het al mijn poeder make-up. Dus alles wat zo'n poeder is, gaat gewoon niet op. Dus ik dacht, waarom de grote halen? Als ik ook gewoon de kleine kan halen en wat geld kan besparen. Dus vandaar dat ik voor de kleine ben gegaan. Hij ziet er wel echt prachtig uit. Deze is volgens mij wel echt heel heftig. De kleur is echt prachtig. Ik heb die al één keer gehaald een aantal maanden terug. Alleen toen viel hij gewoon letterlijk eruit. Dus toen heb ik hem teruggebracht. En nu heb ik hem dus opnieuw gehaald. Dus ik ga hem nu pas voor het eerst gebruiken. Ik ben heel benieuwd. Want ik hoor altijd heel veel goede verhalen over Becca. Ik heb werkelijk geen enkel product van Becca. Dus dit is mijn eerste Becca product. Oh, heel mooi. De kleur is echt perfect. Het is heftig, maar niet too much. Het maakt niet zo'n vieze, ugly streep. Het mengt gewoon zo helemaal in je huid, als ik het zo kan beschrijven. Ja, heel mooi. Dit is echt een prachtige everyday glow. I like it. Ook een beetje hier bij mijn voorhoofd. Voor een glow ook daar. Dan breng ik ook een beetje zo aan hier op mijn neus. En hier zo. En dan trek ik het zo omlaag in een lijn. En dan een beetje zo blenden met mijn vinger. Ja, echt heel erg mooi, jongens. Dit wordt echt mijn everyday glow. I like it. Dan heb ik ook van Jeffree Star Cosmetics een matte liquid lipstick in de kleur Triggered. Ook die heb ik gehad in de Mystery Box. En dit is een hele aparte kleur. In de verpakking oogt hij een beetje bruin-roodachtig. Maar hij is best wel paars. Want ik had hem toen geswatcht. En hij was echt best wel gewoon paars. Ja, kijk. Als je zo de verpakking ziet, is dit niet per se de kleur die je denkt. Ik dacht echt, oh wow, dit is echt een hele andere kleur. Ik vind het ook leuk dat ze in die mystery box deze twee al samen hadden gedaan. Want paars matcht met paars, dus deze ga ik even opdoen. Ik gebruik niet heel vaak donkere lipkleuren, dus
Dat is wel leuk voor de verandering een keer. Er zit ook een hele lichte glitter doorheen. Wauw, prachtige kleur. Ik heb dit aangebracht met maar één laag. Dit is één laag. Hij is totaal niet patchy. Hij dekt echt genoeg. Ik heb helemaal niet twee of drie keer er overheen moeten gaan. Letterlijk één keer. Kijk hoe mooi. Ik heb al lipsticks van hem. Dus ik wist al dat ik de kwaliteit goed vond. Maar ik had nog geen enkele in een donkere kleur. Dus ik vroeg me af of dan die ook zo goed zijn. En dat is hij zeker. Ik ben echt... Ik ben echt zo impressed altijd met al zijn make-up. Er is gewoon niks wat ik slecht vind tot nu toe van wat ik heb van hem. Het droogt ook snel op, gewoon gelijk. En dan als laatste heb ik van Pixi een Glow Mist. Dit is een Glow gezichtsspray. Ik heb die gehad in PR. Ik weet dat Pixi ook te koop is bij themakeupspot.nl. En ik denk deze ook. Even het plasticje eraf halen. En er staat dus op Glow Mist. Dus ik denk dat hij een glow geeft aan je gezicht. Ja, er staat inderdaad, het is een spray voor een glowy finish. En er zitten 21 natuurlijke oliën in. Nou, we gaan hem even aanbrengen. Oeh, kijk hoe apart dit zo is. Zo rond. Wow, de geur is echt lekker. Het is een beetje een groene theegeur-achtig. En de mist is ook echt super fijn. Het is echt een hele fijne mist. Niet zo agressief. Als ik één ding haat aan sprays, is als ze zo agressief zo tsch doen in je gezicht. Maar het is gewoon zo'n hele fijne mist over je gezicht. I like it. Het doet me een beetje denken aan MAC Fix Plus. Mensen, het was vandaag echt een goede, positieve video. Je kunt het altijd helemaal zien aan mijn humeur. Ik word er echt helemaal blij van. Ik vind dit oogschaduwpaletje echt top. Ik heb de look echt heel snel kunnen maken. En het is echt een heftige look. En ik heb nooit zin om urenlang te moeten doen over mijn make-up. En hiermee, het blenden zo makkelijk. De kwaliteit is zo goed. Echt top. Ik raad hem zeker aan. De Becca Glow ook heel erg mooi. Ik vind het echt een mooie everyday glow. En de kleur is echt prachtig voor mij. De mist, super fijn. Doet me echt denken aan MAC Fix Plus. Echt heel erg fijn. De geur is ook mooi. Dit Revolution paletje vind ik niet echt super duper duper goed. Maar ik vind het een mooi fijn paletje. Ook voor de prijs. Maar 10 euro. En je hebt gelijk drie producten erin. Een blush, bronzer. Een blush, bronzer en een glow. Echt heel erg mooi. Vooral die blush vind ik heel mooi. Ook al is hij iets te gepigmenteerd. De Pretty Fresh gezichtsproducten. Ook heel erg mooi. Kijk mijn gezicht hoe mooi egaal het is. Nogmaals, als je echt een moeilijk gezicht hebt en je wilt echt veel bedekken, dan gaat dit product echt niks zijn voor jou. Maar de concealer wel, die dekt heel erg mooi. Allebei geven ze ook een mooi hydraterend effect op je huid. En ik vind het heel mooi smooth. Ook vooral de concealer is echt heel mooi smooth, zoals je kunt zien. En deze twee kleuren zijn perfect voor mij. Dus als je mijn huidskleur hebt, dan weet je welke je moet halen. De lipstick, nou, de beste matte liquid lipstick die ik heb hier in mijn laag qua donkere kleuren. Echt impressed dat ik maar één laag hoefde aan te brengen en het is echt super duper duper. De Catrice mascara, ook gewoon prima. Hij doet gewoon wat hij moet doen. En deze Anastasia liquid eyeliner, oh my goodness. Super goed, super makkelijk. Hij is mooi mat, hij is goed zwart. Hij is ook super secuur. Dus vooral voor iedereen die houdt van een hele dunne wing. Die gaan echt heel blij zijn met dit product. Het is zeker niet overpriced. Heel veel producten vind ik vaak een beetje overpriced. Dat ik denk van ja, wel een beetje duur voor wat hij doet. Maar ik vind hem echt waard. Hij is iets van 20 euro of zo. Super, super goed. Mensen, er was vandaag niks waarvan ik zeg... Het is echt slecht. Alles was echt goed. Ik ben echt super enthousiast. Nou, ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video en net zo blij is als ik. Mocht je nou meer willen zien van moi, ik plaats hier twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende. Doeg!